Hallo, dit is Annette Koolmees met een filmpje voor Crea Neeltje. Dit keer is het filmpje voor de Feel Good Stamping blog op. En deze maand is het thema gift giving. En daarvoor maakte ik deze leuke doos. Althans, doosje is het eigenlijk meer. En als je hem opent, dan popt er een cadeaukaart omhoog. En ook een boompje wat eigenlijk niet hoort, maar moet ik even beter vastleggen, denk ik. Vandaag wil ik met jullie dit doosje gaan maken. Ik hou er nooit van om twee keer hetzelfde te maken, althans ben ik niet gek op. En toen ik deze kabouters in de gids zag staan, in de catalogus, was ik er gelijk verliefd op. En vandaag wil ik met deze kaboutertjes aan de slag gaan. De gnoom voor de holidays. Ik heb er al een aantal voor gewerkt. Want anders duurt het filmpje helemaal zo lang. Ik heb ze gestempeld. Met zwarte inkt, watervaste inkt. En ik heb ze ingekleurd met de waterpainter van Stamping Up. En een inktpad. De inktpad die druk je zo tegen elkaar aan. En als je hem dan opent, dan zit er hier verf. Dan pak je je kwast erbij. Knijp je erin dat er een waterdruppeltje uitkomt. En dat roer je door elkaar heen. En zo kan je dus je stempels inkleuren. Dit geeft een wat watercolorachtig effect. En zo heb ik deze allemaal gedaan. Daarna heb ik ze uitgeknipt. Want bij deze serie zit geen stansen set. Maar ik heb geen hekel aan knippen. Dus ik vind dat niet erg. Wat ik er verder voor gebruik is dit label. Dat komt, ik moet even denken hoor, uit de Tasteful Label Dies. Een set waar ik heel erg gek op ben. En waarvan ik vaak de labels gebruik. Daarnaast werk ik met dit ruitpapier. Ik vond het erg kerstig. Dus ik denk, dan ga ik met deze aan de slag. En dit komt uit het Play Tightings papier. Het is 15,2 bij 15,2 centimeter. Verder werk ik met een restje Real Red. En voor de basis van het doosje heb je twee A4 vellen nodig. Althans, anderhalf A4 vel. En dit heb ik in de kleur Crumb Cake gedaan. Laten we gaan snijden. Dit is de papiertrimmer van Stamping Up. Er zit een verborgen schat in. Dan kan je wat langere papiersoorten ook snijden. Ik moet even denken, want de maten zijn in inches. En om dat om te zetten, ja, kan. Maar ik vind, ja, ik werk graag met inches, maar maakt het niet zoveel uit. En dan gaan we snijden een stuk van 8 inch bij 11,5 inch. En dan gaan we hem op de korte kant rillen op 1,5 inch. Zorg even dat mijn snijmesje goed beneden zit, dat ik niet de verkeerde pakt. Dus op 1,5 inch. En op schuif ik hem hier naar de 6,5 inch. En dan ril ik hem nog een keer. Gaan we naar de lange zijde. Daar beginnen we ook met 1,5 inch. Dan rillen we op 5 inch. Ja, ik gebruik hier eigenlijk altijd mijn papier trimmen voor. Er zijn mensen die liever met een scoreboard werken. Maar ja, ik heb het altijd zo gedaan, dus voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Dan rillen we op 6,5 inch. En als laatste gaan we naar de 10 inch. En dan zijn we voor de buitenkant van het doosje zijn we klaar. Pakken we de pepersnips. Ik weet niet of dat jullie de lijntjes goed zien, maar je knipt alle rechte lijntjes aan de buitenkant, zeg maar in. Ik zal even het zo laten zien. Tot aan de onderste rillijn.
En dan zijn dit, die en die. Dat zijn eigenlijk de lijmstrookjes. En die knip je, zodat het wat vloeiender overloopt. Dan knip je zeg maar zo'n... Het is een splitje. Een klein stukje van af. Bij mij zijn ze nooit allemaal gelijk, maar het zit toch aan de binnenkant, dus niemand iets ziet. En dat doen we ook aan de andere kant. Dan pakken we het vouwbeen. En dan gaan we alle naadjes even goed aandrukken dat je een scherpe vouw krijgt. Ik hem zeg maar met een beetje de bolle kant noem ik het maar omhoog. Ik vind doosjes altijd fijn om te werken met tear and tape. Tear and tape is dubbelzijdig plakband van Stampin' Up. En het is makkelijk scheurbaar. Dus je plakt het op. Ja, vind je het niet fijn, dan kan je het ook knippen. Soms bij kaarten doe ik dat wel, maar bij doosjes doe ik het meestal scheuren, omdat het aan de binnenkant zit. Nou, zo voorzie je alle plakstrookjes. Van een laagje tear and tape. Soms heb je het niet goed aangedrukt en zit je onder het randje. Dus dan moet je altijd even voorzichtig zijn dat je het niet keihard omhoog trekt. Oh, deze is toch een stukje langer. Hoe dat kan, geen idee. Het gebeurt wel vaker. En dan hebben we de buitenkant van de box klaar. Nu gaat hij wat moeilijker open, maar straks als ik hem beplakt heb met het designpapier, dan maak ik hier een schulpje waarin je makkelijker open kan trekken. Nou, dan hebben we de buitenkant van de box klaar. Ik zet hem even aan de zijkant. Pakken we de trimmer weer. En dan gaan we naar het pop-up gedeelte voor de binnenkant. Die is 5 inch bij 8¼ inch. Die gaan we alleen aan de lange zijde scoren. En dat doen we op, deze zijn wat moeilijker de maten, 2 5/8. Ik zal het gelijk even uitleggen. Als je tussen de 2 en de 3 kijkt, dan heb je kwart inches. Dat zijn de langere streepjes. Daarna komen de 8e, de 1/8 streepjes. Dus 1/8, 2/8, 3/8. En de kleinste streepjes, dat is 1/16. Die gebruik je niet heel veel. Maar voor deze heb ik dus 2 5/8 nodig. Dus dat is 2. Dan 1, 2, 3, 4, 5. En daar zet ik de eerste rillijn. De tweede zet ik op 4 1/8. Dus dan ga je naar de 4. En dan pak je het eerste middelste streepje. Dus dat is 4 1/8. En dan scoren we nog een keer op 5 5/8. Dus dit is 5 inch. 1, 2, 3, 4, 5. En dan rillen we het laatste rillijntje. Kan dat niet. Snijden weer weg. Moet even denken. Dan vouwen we deze tuf. Ja. Dan vouwen we het midden dubbel. Pakken we even een potlood en een liniaal. Ik gebruik mijn geodriehoek altijd graag. En dan zoeken we de midden op. Dat is 6,3. En daar zetten we even een streepje. Dan heb ik de Everyday Label Punch spons.
Daar heb ik ook streepjes in staan. Kaarten die je niet meer gebruikt. Ongeveer tot hier. Gaan we het dan wegknippen. Nou, zet ik gelijk hier even een randje. Dus ja, ik weet niet of dat jullie het goed kunnen zien, maar dan ga ik hier en daar ga ik knippen. En dan knip ik eigenlijk het streepje. Dat knip ik weg. En dan zo'n millimeter, 1, 2 millimeter daarnaast. Knip ik nog een strookje weg. En dan dat doe ik aan de andere kant ook. Dus eerst knip ik het lijntje weg. En dan daarboven nog zo'n 1, 2 millimeter. En dan knip ik hem weg. Nou, dus even kijken of dat de kaart erin past. Dan gaan we verder met de eerste matten te snijden. Dus ik pak weer de trimmer. En een half A4'tje, A5'tje zeg maar, stuk A5. En dan snijden we een stuk van 4 3/4. Dan heb ik voor de deksel het grootste stuk heb ik nodig 3 1/4, dus dat is 3 1/4. Dat is de mat voor de deksel. Dan heb ik voor de lange zijde van de box heb ik er 2 nodig. Dus dat is dezelfde lengte, 4 3/4, maar dan 1 1/4, dus 1 1/4. En dan hebben we natuurlijk voor de korte zijde nog stukjes nodig. En die zijn 3 1/4. Even kijken, 3 1/4. En dan ook 1 1/4 hoog. Dus 1 1/4. Nou, is deze dan, even kijken of dat deze net zo hoog is. Ja, dus met een half, weet ik weer. Dus met een A5'tje red je precies de maat van de, weet ik weer, van de matten in het rood. Dan gaan we verder met het pleettijdings ruitjespapier. Dat gaan we snijden op 4 5/8. Dat is 4, 1, 2, 3, 4. 4 8 is natuurlijk de helft. En dan 1 streepje meer, dat is 5/8. En dan hebben we voor de bovenkant 3 1/8 nodig. Dus dat is 3. En dan dat streepje is 1/8. En dan hebben we voor de lange zijde nog 2 nodig van 1 1/8. En dan hebben we de korte kanten nodig een stukje van 3 1/8. Dus dat is 3 1/8. Keer 1 1/8. Nou, dan hebben we de matten gesneden. En dan gaan we ze op elkaar lijmen. Zo. Nou lijm ik deze bewust niet op, want hier wil ik nog een lintje omheen doen. En dat lukt niet als die al vast zit, maar nu gaan we de matten op het doosje plakken.
Nou, dan heb je alle matten heb je op het doosje geplakt. En nou knippen we aan de voorkant, sponsen we uit de voorkant een gaatje uit. Kijk, dan heb je zo'n capeje waardoor die het beter doet. Hier is de... Ik ben niet tevreden over deze kant, maar volgende keer maar beter opletten. Ja, dan ga ik altijd even spelen en dubben. Hoe ik het beste, zeg maar, ja, neer kan leggen. Hoe ik het eruit wil laten zien. Ik vind hem denk ik zo wel leuk. Nu gebruik ik dit lint. Dat komt uit, uit het All the Trimmings Ribbon Combo Pack. Dus het lintenpakket wat bij de Trimming the Town, die serie met de huisjes, hoort. Daar zit deze in het Old Olive in het lichte groen en de rode. En ik vond deze wel leuk om hier omheen te doen. Nou, daar heb ik ongeveer, weet ik van de vorige keer, heb ik zeg maar zo'n 50 centimeter nodig. Nou, tot daar is... Eens even kijken. Dan hou ik dit een beetje als de lijn aan waar die gaat komen. Altijd even een gepriegel. Strikjes maken is niet mijn grootste hobby. Heb ik de mini glue dots. Vind ik een handig hulpmiddel. Moet even goed aantrekken. Naar de grootte van de strik. Ongeveer zo. Nou, die is al wat kleiner. Even deze. Ja, je kan ook iets minder lint nemen, maar dan wordt het vaak zo krap. En dat strikt ook niet lekker. Nou, dan wil ik er een tekst op hebben. Er zitten nu van die handige stickertjes op, zeg maar. Maar ik merk vaak dat deze toch niet zuiver recht zitten. Dus ik probeer hem altijd hier een soortement recht te leggen. En dan doe ik hem erop. En dan leg ik hem nog eens op het gridpapier als ik hem op zijn kop heb. En deze loopt aardig goed. En dat doe je bij deze ook. Kijk, en die kan iets rechter liggen. Pak ik de zwarte inkt. Ja. Nou val ik dus door de mand, want ik ben nog steeds gek op deze inkt van Stamping Up, die helaas niet meer te verkrijgen is. Maar dit is echt mijn favoriete inkt, dus ik gebruik hem graag. Even ongeveer. Het nadeel is, hij is dus watervast. En het nadeel is dat... dat hij wel wat langere droogtijd nodig heeft. Dus daar moet je aan wennen. Maar... Kijk, nou zou je zeggen dat ik hem scheef plak, maar scheef drukt. Maar als het goed is, twijfel het. Oh nee, valt mee. Dan moet ik deze dus echt met rust laten. Want anders gaat hij vlekken. En leg ik hem even opzij. En dan kan hij drogen. En dan... gaan we eens even aan de binnenkant kijken. Dan gaan we de binnenkant doen. Je plakt eigenlijk de grote strook. Deze twee voorzie je van lijm. Ik gebruik voor dit werk juist weer graag het vloeibare de Tombow lijm.
En dan zorg je dat je hem zoveel mogelijk boven in de hoek neerlegt. Want de tombolijm, doordat hij vloeibaar is, kan je het nog makkelijk verschuiven. En plak je dit vast met tear and tape, dan is de eerste aanraking. Met het papier zit hij vast. Ja, en als je het slechter hebt, zit hij scheef. Dus gaan we deze opplakken. Doe ik die met de grote dimensionals van Stamping Up. Dimensionals zijn een soort, zoals je ziet, 3D-blokjes. Dus anders, als je het in je tas doet om mee te nemen en het komt ergens onder te zitten, dan zit er een kniek in. En als je wat meer van deze dingetjes, van de dimensionals opplakt, heb je daar haast geen last van. Dus ja, dan ben ik maar wat minder zuinig. Maar het geeft wel een beter idee voor mezelf. En deze wil ik hierop plakken. Dus dan doe ik hier onder de muts even een kleine dimensional. Even kijken of dat deze ook. Die zit wel aardig Daar doe ik het toch ook maar even. Want het is hier zo dun op dat stukje. Wat ik dan vaak doe voor zulke kleine stukjes is, je hebt vaak blijven die randen open over van die dimensionals. Kijk, en dan knip ik gewoon een klein strookje eraf. En dat kan je dan precies mooi daarop plakken. Dan verwijder ik alvast het papierlaagje. En dan smeer ik de rest van de kabouter. Smeer ik in met lijm. Zo. Even kijken. Ja. Kijk, dit boompje heb ik gemaakt van het mutsje van het vrouwtje. Ik denk, ja, dat kan je eigenlijk ook gewoon als achtergrond, als kerstboompje nog neerzetten voor de sier. Beetje het effect te geven dat ze naast elkaar staan, plak je ze er wat onder. Ja, straks doen we hier nog wel een paar glitterdingetjes op. En ik pak heel even de Stamping Up Stamp and Write marker. Dan geef ik heel even net of dat die ergens oploopt. Anders is het net of dat die in de lucht zweeft. Even een klein streepje aan. Dan heb ik hier de gouden glitter of de golden glitter animal dots. Ja, en dan die pak ik altijd voorzichtig met mijn prikpen op. En dan gaan we hem hier even wat glittertjes geven. Ja, ik ben nu aan de buitenkant tevreden. Gaan we de binnenkant. Ja, ik plak niet altijd alles helemaal vlak. Want dan geeft het een beetje een speels effect. Nou, voilà, het kaartje erin. Klikken we hem dicht. En nu hebben we een heel andere box. Allebei voor de kerst. Maar door de stijl gewoon totaal anders. Nou, ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb en dat je hem ook gaat maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!